Ik ben hier bij de GIST-conferentie van ESRI in het WTC in Rotterdam. En ik praat even met interessante mensen. En hier heb ik Gerwin Hop, je bent van Overmorgen. En hij houdt zich bezig met elektrisch rijden. Hij rijdt een BMW 3, ga ik ook even vragen. Maar eerst even, wat doet Overmorgen? Overmorgen plant laadinfrastructuurnetwerken voor gemeenten. En wij helpen gemeenten om die laadinfrastructuur rendabeler te maken. Oké, je bent ingenieursbureau en je helpt gewoon het maken van beleid. En daar gebruik je dus ook GIST voor. Hoe gebruik je dat? Je hebt die kaarten en hoe maak je dan op een gegeven moment een optimale planning voor laadpalen? Nou, je moet met GIST kan je gaan kijken waar er behoefte is aan laadinfrastructuur. Dus waar wonen mensen die elektrisch rijden en waar werken mensen die elektrisch rijden? Zowel binnen als van buiten de gemeente. En doe je dat dan op basis van mensen die een elektrische auto hebben of die potentieel iets gaan kopen gebaseerd op een inkomen en dat soort dingen? Exact, dat laatste. Dus we proberen een voorspellend model te maken voor de aankomende jaren, zodanig dat je die palen goed neerzet, ze optimaal gebruikt worden. En dat maakt ook dat die business case van laadinfrastructuur beter wordt. Oké, want ja, we hebben dus als we 1 miljoen auto's hebben, zeg maar in 2020, dan moet er een hele hoop gebeuren. Ja. En dan moeten ook alle parkeerplaatsen gepland worden. Ja. Niet alleen maar de laadinfrastructuur, maar de parkeerplaatsen. Ja. En daar hebben jullie in kennis over en dan verzamel je allerlei informatie om daar een predictive model over te maken. Ja, inderdaad. Dus een predictive model, maar ook is dat model een soort praatplaats. Je zegt net parkeren. Parkeren is gewoon een groot issue bij het realiseren van laadinfrastructuur. Nee, echt. Ja, nee. Dat is inderdaad echt. Want mensen worden heel boos over laadpalen en dan dat ik daar gewoon met mijn explosiemotor niet kan zitten. Inderdaad een probleem. Dus hey, hoeveel gemeentes, er zijn er 400, hoeveel adviseren jullie? Op dit moment zijn wij bij 50 gemeenten werkzaam. Okay. Hoeveel zijn echt intelligent bezig? Dus gebruiken jullie tools op een intelligente manier en maken goed beleid? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Laat ik het zo zeggen dat gemeenten steeds intelligenter bezig zijn. Omdat het is natuurlijk een nieuwe techniek. Dus er ontstaat een soort... Ja, nee, dat vind ik een mooi algemeen antwoord. Ja. Maar van die 50, hoeveel zijn er nou 5 toppers die echt gewoon weten wat ze aan het doen zijn en proactief bezig zijn en de rest nog een beetje met leren kennen? Of is het 50-50%? Nee, de toppers zijn toch de grote gemeenten. Die zijn... Amsterdam by far number one. Ja, en vergeet Den Haag niet. En Rotterdam ook. Ja, nee, en Utrecht. Die zijn pas net begonnen, hè? Utrecht en Den Haag en Rotterdam, die hebben nog heel weinig palen, zijn net bezig. In Den Haag komt binnenkort het 1000ste laadpunt. Dus dat, okay. En Amsterdam heeft er een paar duizend, zeg maar. Okay. Dan even over je eigen ervaringen. Wat rij je zelf? Ik rij zelf onder andere een vol elektrische i3. Okay. Ah, een geweldige auto eigenlijk. Met of zonder extender? Zonder extender. Okay. En hoe bevalt dat? Hoeveel kilometer rij je per maand? Nou, ik rij ongeveer 15.000 kilometer per jaar met die auto. Oh. En die auto heb ik over 10 jaar nog. Ja? Ja. Daar ben ik helemaal blij mee. Mr. Bean heeft net zijn F1... ingeleverd, heeft hij voor 8 miljoen verkocht en in ruil daarvoor heeft hij een BMW i3 gekocht. Echt een hele mooie auto. Ja, dan doet hij dat goed. Dan doet hij in goede dingen. Dus dat is echt een goede auto. Hè? Dus hoe zie jij de toekomst van elektrisch rijden? Hoe snel zie je dat groeien? Ik zie dat best snel groeien. Als ik spreek met het ministerie hebben ze in het CER-akkoord gezegd dat in 2035 alle nieuwe auto's zero emission moeten zijn. Nou, eigenlijk is elektrisch op dit moment de meest voor de hand liggende techniek daarvoor. Ja. Ik weet niet hoe waterstof zich gaat ontwikkelen. Maar verlies je wel 75% efficiëntie? Ja, maar dat is over het algemeen energie die je anders niet kwijt zou kunnen. Dus ja, in die zin... Maar er is geen 75% energie die we niet kwijt kunnen. Dat kun je niet voor 1 miljoen auto's doen. Dat is alleen maar voor kleine hoeveelheden. Nee, maar we moeten er volgens mij geen strijd van maken. Want we hebben alles wat we nodig, of alles wat er is, hebben we ook nodig om die duurzaamheidsdoelstellingen in te vullen. Dus dat is een beetje... Dus jij denkt gewoon zero emission in 2035 is het CER-akkoord? Ja, staat in het CER-akkoord. Wist ik niet. In 2035 moeten alle auto's zero emission zijn. En 2020 moeten alle nieuwe huizen volgens mij ook zero... Ja, dus energie neutraal zijn. Ja, dus de doelstellingen zijn er wel. Of ze het ook verhouden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dankzij overmorgen.nl. Overmorgen.nl, kijk daar. Okay. Dankjewel Gerwin, interessant.